kijkers. Gezellig dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Vandaag gaan we weer een mooie wandeling maken hier zo in de Overloonse Duinen. En ik heb de route zo net al gelopen. Alleen dan andersom. En de reden dat ik nu andersom loop is omdat het gewoon qua variatie in de video een stukje leuker is. Zoals je ziet ben ik er heerlijk relaxed voor gaan zitten. Ik ben aan het gaan genieten van het uitzicht. Ik zie een insectenhotel met wat papavers ervoor. En die papavers gaan we straks misschien een close-up van maken. Wat is er verder in het landschap te zien? Heide. Hier zit elektriciteitsmasten omdat hier in de buurt de elektriciteitscentrale staat. Ik ga wel de foto maken vanaf een lage positie. Dus ik ga straks op mijn knieën en dan ga ik eens de foto maken. In de eerste foto zie je eigenlijk meteen de elementen waar ik het zo net over had. Ik vond het ook wel interessant wat in de voorgrond te houden. Dus daarom koos ik ervoor een boomstam neer te leggen als extra onderwerp om naar te kijken. De papavers waren niet echt mooi, daarom koos ik voor deze kokorenbloemen. En deze ga ik een close-up van maken, een beetje zoals je nu in beeld ziet. Ik vond het ook wel leuk namelijk om het insectenhotel zelf er een stukje op te zetten. Het vertelt namelijk ook een beetje de locatie waar ze staan. Even een foto maken van deze wilde bessen. Daarna betreden we ons naar de achterkant van het Oorlogsmuseum. Daar wil ik jullie iets heel erg gaafs laten zien. Het is namelijk mogelijk om met je fiets door de hangar te fietsen waar onder andere tanks staan uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En allemaal gevonden voorwerpen uit de oorlog überhaupt. Dus dat is natuurlijk uniek. En nu het over fiets hebben, hier zo achter mij heb je een prachtige mountainbike route. Ik ben zelf niet van mountainbiken, eerder van het racefietsen. Maar toch, dit wil ik toch wel een keer gaan proberen op deze plek. Het is toch wel heel erg mooi als je hier kan mountainbiken. Je hoorde mij al net vertellen even over de fietsbrug en nu sta ik voor het bord. Ik had nog gedacht dat die open was, maar hij sluit volgens mij, even kijken, is het vandaag? Ja, hij sluit om 4:30. Maar hier zo is dan de ingang aan de zijkant. Meer informatie kun je vinden op de site van het Oorlogsmuseum in de Overloon. Het is nu 7 uur en ik ben onderweg naar de duinen. Ik ben best wel lang op één plek geweest. Was omdat ik een aantal dingen wilde uitproberen qua instellingen en dat soort dingen. En natuurlijk de opnames maken voor jullie. Ik hoop hier eigenlijk de zonsondergang nog een beetje mee te maken. Hij was aan de andere kant net al bezig. Dus heel misschien ben ik iets laat. Maar dat zien we zo meteen. Sowieso gaan de duinen nu op de foto gezet worden. Ik sta nu op ongeveer het hoogste punt in de duinen. En vanaf hier heb je zoveel mogelijkheden tot een mooie compositie. Moet je eens kijken als ik om me heen draai. Dit is 1, sowieso. Draai ik terug. Dit wordt 2, draai ik nog meer, heb je daar nog een aantal composities. Dus zo zie je maar dat je eigenlijk in een 360 graden knik een heleboel foto's kunt maken. Dan hoop ik dat jullie net als ik genoten hebben van deze mooie wandeling en dan zeg ik... Zoals altijd. See you later.